van harte welkom. We zitten hier midden op de middenstip van Sportpark De Lok bij TEC samen met Robert van Galen. Robert, het is de hoogste tijd dat we even de politieke perikelen in Tiel verder gaan beschouwen. Hè. We hebben zeg maar de eerste informatieronde gehad en er wordt nu geformeerd. Zeker, de verkiezingen zijn voorbij. Het is even rustig geweest, maar na 21 maart ging op een gegeven moment de gesprekken met de Partij van de Burgers en alle andere politieke partijen van start om te kijken hoe staan we ervoor. En inmiddels is het hoge woord eruit. En het is wel leuk, want we zitten hier op een prachtig mooi groen veld. En in de raadzaal in Tiel ligt ook zo'n prachtige groen kleed. En ook daar is de wedstrijd inmiddels gespeeld. En dan praten we over PVDB, PVDA, VVD. Ja. En de kijkers die weten zich ongetwijfeld de uitslagavond herinneren. Want toen hebben wij dat ook al samen voorspeld. Dat dat de meest voor de hand liggende coalitie zou worden. En dat blijkt nu ook. En ze hebben gekeken naar de inhoud. En natuurlijk, die inhoud is belangrijk. Maar ik heb van de week, toen de nabeschouwing van die informatieronde er was, gezien dat de sfeer tussen die drie ook heel erg goed is. Jij was aanwezig bij die vergadering en wat viel jou op, buiten dat die sfeer oké was? Nou, wat me erg opviel was dat er een eenrichtingsverkeer was. De Partij van de Burgers lichtte het proces toe, uitvoerig. De Partij van de Arbeid zweeg ertoe, alsof ze al wisten wat er zou gaan gebeuren. En er waren slechts enkele vragen vanuit, ja, wat ik dan nu maar noem, de nieuwe oppositie. Geen kritische kanttekeningen, geen lastige vragen, alsof ze zich daarbij neergelegd hadden dat dit het zou zijn. Is dat opvallend? Dat vind ik wel opvallend. Want op programmatisch is er natuurlijk toch nog wel het een en het ander te doen. Waarom doet GroenLinks niet mee? We willen toch vaak een duurzame agenda voeren. En daar staat in Tiel ook nog wel het een en het ander te gebeuren. Waarom doet D66 niet mee? Groter dan de Partij van de Arbeid. Nou, daar werd wel duidelijk dat de verhoudingen tussen PvdB en D66 niet heel erg oké zijn. Waar is dat op gebaseerd? Goed, 4 jaar geleden is daar het een en ander gebeurd wat zeg maar een wrange nasmaak heeft gehouden. Maar is dat nog steeds niet uitgesproken? Nee, dat is nog steeds niet uitgesproken. Je zag ook in de informatieronde dat Carla Kreuk direct daarover begon. Sloeg een aantal vragen over en begon meteen over het vertrouwen. En dan gaat het met name of D66 zag dat de Partij van de Burgers voldoende kwaliteit heeft om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Ja, en het antwoord van D66 was ronduit twijfelachtig. Zo van, ja, we hebben in de laatste 1,5 jaar wat verbetering gezien. Nou, dat is niet echt heel erg overtuigend. Dan zet je jezelf op 1-0 achter, volgens mij. En dat is wat daar gebeurd is? Dat is zonder meer wat daar gebeurd is. En je zag het ook al in de periode ervoor. De chemie tussen die twee partijen die klopt gewoon helemaal niet. Zit dat in de genen van die partij? Ja, dat weet ik niet, want de Partij van de Burgers heeft natuurlijk ook een verleden richting de Partij van de Arbeid. Hè? Want nou ja, je snapt in de tijd Pieter van den Burg uit de Partij van de Arbeid gestapt. En dat heeft het nodige aan pijn gekost, zou je kunnen zeggen. En daar lijkt de Partij van de Burgers nu volledig overheen te stappen. Althans, ze gaan wel met de Partij van de Arbeid aan de slag, terwijl die toch ook flink aan kiezers heeft moeten inleveren. Dus dat is bijzonder om te zien. Ja, maar ik heb wel begrepen, dat is uitgesproken, zand erover. En het gaat uiteindelijk om dat je het met elkaar moet doen. En dat gaat dus nu ook gebeuren. Want ik begrijp eruit de gesprekken die zo buiten de camera plaatsvinden, dat ze proberen echt binnen 2 weken een coalitie te vormen. D66 lijkt zich er al bij neergelegd te hebben, bij voorbaat, dat men in de oppositie komt. Of wil men dat ook? Dat weet ik niet, want tijdens de informatieve ronde die er geweest is, hebben ze als voorkeurscoalitie PvdB, VVD en D66 aangegeven. Dus zij willen wel terdege meedoen. En ik heb het idee dat D66 al heel lang aan het roeren zit in Tiel, dat niet zomaar uit handen wil geven. Maar ze kunnen nu niet anders. Ze zijn uitgespeeld. Maar er was op een gegeven moment ook een opmerking, hè, van de heer Zuidema, de fractievoorzitter van GroenLinks. Van nou, dan laat ik maar meteen laat ik maar meteen de rol van de oppositieleider dan op me nemen. En kwam daar met een paar prikkelende uitspraken die gepareerd werden door mevrouw Carla Kreuk. Ja. Wat vond jij daar nou van? Ja, een oppositieleider word je niet door jezelf als zodanig te benoemen. Een oppositieleider word je op basis van een inhoudelijk debat, een stevig weerwoord te hebben op een
een politieke agenda vanuit een coalitie. Je goed voor te bereiden. Dus, en een oppositieleider word je ook niet omdat je de grootste oppositiefractie bent. Dan gaat het echt om de inhoud. Heb ik de afgelopen jaren zeker zelf ook ondervonden. En wat dat betreft vond ik Elfrink van ProTiel echt vele malen beter. Die stelde inhoudelijke vragen. Die vroeg ook door. En die gaf ook duidelijk een opvatting over een aantal zaken. Waaronder een raadsbrede agenda. Dat hebben zij namelijk al de hele periode gezegd. Hè. En de discussie, dat was ook met waar Ton Zuidema zich mee bemoeide van D66. Van, wat is dan een raadsagenda? Nou, raadsagenda is eigenlijk een agenda waar de hele raad achter staat, wat niet politiek beladen is. Je kunt er bijvoorbeeld denken, want de burgemeester is daar de initiatiefnemer toe, hè, om een agenda te maken rondom hoe betrekken we de burgers bij de dingen die in het stadhuis gebeuren. Hoe zorgen we voor een betere communicatie? Nou, dat soort algemene punten die niet van politiek gewicht zijn. D66 wilde verder gaan. D66 wil juist een politieke agenda daarvan maken. Maar dat past niet bij het hebben van een coalitie en oppositie. Bovendien, Carla Kreuk gaf dat haarfijn aan, iedere fractie kan zaken op de agenda zetten van de raad. Ja, dat kan nu al. Dat kan nu ook al. Daar heb je geen raadsbrede raadsagenda voor nodig. Waar komt dat idee eigenlijk vandaan? Het idee komt bij de burgemeester en de griffier en de directeur van de gemeente Tiel vandaan. Om te kijken of ze zo een aantal onderwerpen bespreekbaar kunnen maken die goed zijn voor Tiel. Nou, ik heb net al genoemd, hè, betrokkenheid van burgers is er één. We hebben in Tiel een aantal jaarthema's gehad die door de raad geaccepteerd worden. Het jaar Tel je maar wonderschoon wonen of jeugd. Nou, dat zijn onomstreden onderwerpen, gaat iedereen mee aan de slag. Nou, dus het is er eigenlijk al, alleen het is min of meer ontstaan. En nu is het goed om dat vooraf met elkaar te bespreken en vast te leggen. Dat is de indruk die ik daarvan krijg. Wat ik zelf opvallend vond tijdens die vergadering, dat die burgemeester dat inderdaad lanceerde. Ik kreeg ook de ruimte om dat te gaan vertellen. Ja. Maar dat hij een klein beetje pushte om dat verder op de agenda te krijgen. Nou, in de zin van, nou, laten we maar eens een werkgroepje instellen. Ja. En op een gegeven moment was het Hans Dukesnooy van de VVD die zei van, het is de raad die dat beslist en niet u. Nou, wat hij gedaan heeft is al vrij snel naar de verkiezingen een brief gestuurd hierover aan alle fractievoorzitters. Dat is logisch als je dat wil. Zeker. En nu dacht hij, er is een terugkoppeling vanuit de Partij van de Burgers op hoe die informatieve ronde gegaan is. En ze hadden hem gevraagd om technisch voorzitter te zijn. In de media werd het anders gepresenteerd, hè, maar hij gaf nadrukkelijk aan, ik ben vooral technisch voorzitter. Maar dit was wel een onderwerp wat hij als voorzitter van de raad probeerde op de agenda te krijgen van die terugkoppeling. Want de raadstafel, daar zaten ook niet-raadsleden aan en er zaten ook raadsleden op de tribune. Het waren alleen de onderhandelaars die bij elkaar zaten. Het is al heel terecht dat iemand, in dit geval, je noemde het al, Hans Dukesnooy van de VVD, zei van ja, luister eens, een raadsagenda wordt bepaald door de raad. Er moet een debat over plaatsvinden in de raad. Dus hij wordt er eigenlijk op teruggefloten en moet nu met een stuk komen voor de komende raadsvergadering, zodat dat fatsoenlijk door de gemeenteraad in Tiel besproken wordt. Hoe gaan we het doen? Wat zetten we op zo'n agenda? Dus proces en inhoud moeten daar besproken worden. En wat wel opmerkelijk was, blijkbaar waren er fracties die zich ook hier inhoudelijk al op hadden voorbereid. Want het CDA kwam al met, goh, we hebben ons lijstje al compleet. We hebben al een stuk of 7 punten die op zo'n agenda kunnen. En toen werd er door de griffier ingegrepen. Zo van, nou wacht u eerst maar eens even op de burgemeester. Vond ik ook niet erg sterk. Want dan wil je wat voor elkaar krijgen, dan ligt er wat. Nou, dan moet de griffier zich daar niet mee bemoeien, lijkt mij. Ja, en dat gebeurt er dus wel. Ja. Het CDA ligt er compleet naast. Ja, en dat weten ze zelf ook. Die hebben hoog gegokt, die hebben op winst gegokt. Uiteindelijk hebben ze een zetel verloren. We hebben dat eerder samen al eens besproken. Hè. Achter de schermen is er heel wat reuring geweest als het ging over wie de lijsttrekker moet worden. Nou, er is een zetel ingeleverd. Dus nu kijken ze tegen achterstand aan, zou je kunnen zeggen. Zetel verloren, je herpakken. En hebben ook duidelijk aangegeven in de informatieve ronde, wij hoeven niet zo nodig in het college. Er kan wel een beroep op ze gedaan worden, maar ze staan niet te trappelen zoals bijvoorbeeld D66. En nu verder, want men gaat dus praten. Ja. Verwachting is dat men er wel uit gaat komen, maar de race is nog niet gelopen. Hè?
Nee, de race is nog zeker niet gelopen. Kijk, er liggen natuurlijk inhoudelijke verschillen. De Partij van de Arbeid zit natuurlijk erg aan de sociale kant. En de VVD zal met name de financiën op orde willen brengen. Nou, daar hoor ik in de wandelgang al van. Eerst maar eens kijken welke financiële lijken er uit de kast vallen. Dat weten we niet. Ik heb al wel gehoord dat het rondom het sociaal domein de tekorten weer oplopen. Nou, zo zijn er nog een aantal grote projecten die tot stand komen omdat er naar geld gezocht moet worden. Dus dat wordt nog wel ingewikkeld voor ze eruit zijn. Vandaar ook dat men op hoofdlijnen zeg maar, dingen gaat afspreken? Ze gaan op hoofdlijnen een programma maken. Ze gaan het themagewijs aanpakken. Gebeurt ook weer voor een behoorlijk deel in de openbaarheid, is ons beloofd. Dus dat belooft echt mooi inhoudelijk politiek debat te gaan worden tussen de onderhandelaars. Wat dat betreft blijven we er bovenop zitten, wij van de Regio TV. Zeker. Wat bijzonder jammer is, maar dat snap ik wel, is dat op het moment het om de poppetjes gaat, want dat gaat natuurlijk ook gebeuren, dan gaan de deuren voor Regio TV Tiel wel dicht, denk ik. Ja, op zich is dat natuurlijk wel logisch. Zeker. Smullen geblazen, maar de ene wel en de andere niet. Ja. We kunnen speculeren, hè? En dat zal in de wandelgang zeker gebeuren. Want ik begreep dat na afloop van die informatieve ronde de hele groep politici die het met elkaar gaan vinden ook nog even eind genomen hebben in Café de Beurs. Het werd gekscherend ook al het beursakkoord genoemd. Nou weet ik niet of dat zo'n handige naam is. Maar over de poppetjes gaat de komende 2 weken zeker gesproken worden. En 3 zijn er natuurlijk al wel in beeld. Dat is niet zo moeilijk. Ja, dat bespraken we ook meteen na de verkiezingen. Zeker. We zien allemaal dat Carla Kreuk als de voorvrouw van de Partij van de Burgers daar zeker een plek in zal vinden. Marcel Melissen blijft uiteraard van de VVD. En Ben Brink is natuurlijk de nieuwe man die er pas een tijdje zit voor de Partij van de Arbeid. En ook met de portefeuilles zou dat prima kunnen. Hè? Want Ben Brink zal ongetwijfeld verder gaan met de omgevingswet waar hij zich aan het in verdiepen is. Carla Kreuk heeft zich heel sterk gemaakt voor alles op het sociale domein. Ligt ook erg voor de hand. En Marcel Melissen heeft al laten vallen dat hij wel financiën interessant vindt. Dus daar zal het een en het ander denk ik wel op gaan neerkomen. Je weet het natuurlijk nooit, maar toch. Maar ja, de vierde wethouder. Komt er een vierde? En wie zit daar dan? Het lijkt me logisch dat er een vierde komt. Hè? Met 3, dat is wel heel smal. Het is heel smal en bovendien, er komt vanuit de Rijksoverheid zoveel op de gemeente af aan werk. Er wordt zoveel gedecentraliseerd, dan moet je gewoon een vierde wethouder hebben. En als je simpel even een rekensommetje maakt en kijkt naar de getalsverhouding. VVD en Partij van de Arbeid hebben samen 8 zetels. De Partij van de Burgers heeft er ook 8, dus 50-50. Dus het ligt voor de hand dat de Partij van de Burgers de vierde wethouder gaat leveren. Ja, en daar kunnen we op speculeren, maar dat gaan we niet doen. Nee. Want we gaan dat binnen nu en een week of 2, 3 verwacht ik wel meer helderheid in krijgen, toch? Hè? Oh, dat komt zeker. En wie goed rondkijkt, ziet hem al lopen, denk ik, in Tiel. Nou, als ik hier zo kijk, hier op Sportpark De Lok, dan zit er nog eentje naast me. Ben jij beschikbaar? Absoluut niet. Echt geen sprake van. Want het is een helve job om wethouder te zijn van Tiel. Bovendien, ik heb er afscheid van genomen van het politieke leven. 14 jaar gedaan, Rini. Dat zijn 14 mensenlevens bijna die gesloopt zijn. En een lintje? Ja, ook dat. Ligt keurig in de kast inmiddels. Te blinken na 14 jaar. Ik kijk graag toe hoe de anderen nu de komende jaren Tiel op de kaart blijven zetten. Want er is natuurlijk best ook een heleboel gebeurd. En nou, de vierde wethouder, dat klinkt als een spannende roman. De vierde man. Nou, in ieder geval is het een kwestie van mensen van een lijstje afschrapen. Ja. Robert van Galen, daar kunnen we een kruis voor zetten. Absoluut. Hey, mag ik jou danken voor deze heldere analyse? Graag gedaan, Rini. Graag gedaan. Tot zover deze update als het gaat om de coalitievorming in Tiel vanaf Sportpark De Lok, de middenstip. We blijven het natuurlijk volgen. Robert, en jij bent daarbij. Ik ben daar zeker bij.